Je haalt mensen uit hun domicilie weg en die komen voor jou naar Nederland om hier voor jou te werken. Het minste wat je kunt doen is goed voor ze zorgen. Maar je kunt beter een gelukkige medewerker hebben die lang blijft dan continu wisselingen. Wil je ook niet weer terug naar Polen? Vertel eens hoe is het Ja, maar daar is het ook over plannen. Ik heb voorlopig geen plannen om naar Polen terug te keren. Tot even aan mijn kuchnia. Nou, dit is de keuken. De Poolse Carolina woont inmiddels 4 jaar in Nederland. Alle faciliteiten zijn aanwezig. Samen met tolk Matthew laat ze vol trots zien hoe zij en ruim 70 andere Poolse arbeiders wonen. Bardzo często jak lecą mecze czy coś, włączają sobie telewizor i tutaj siedzą razem. Carolina is een van de vele Achterhoekse arbeidsmigranten die in de Achterhoek werkt. Ze werken bijvoorbeeld bij deze bakker in Doetinchem, maar ook in de agrarische sector, de bouw en de techniek. De verwachting is dat er de komende jaren veel meer arbeidsmigranten naar de Achterhoek komen. Om onze economie in de Achterhoek draaiende te houden, kunnen we niet zonder arbeidsmigranten. We zijn een vergrijzende regio waar we dus onvoldoende handjes hebben in de regio om alle vacatures op te kunnen vullen. Dus dat moet deels uit arbeidsmigranten komen. Vaak zijn de verhalen die we horen en lezen over de woonomstandigheden van de arbeidsmigranten niet positief. De Achterhoek wil nu een goede Noorder zijn voor deze mensen en zet hier de komende jaren op in. Ze willen dat de mensen zich, net zoals Carolina, hier in de Achterhoek thuis voelen. Czy chcesz, żebym ci pokazała mój pokój? Wil je dat ik mijn kamer laat zien? Oké, dat zapraszam. Want na een lange dag werken willen ook zij graag een fijne plek om te ontspannen. En dat hoeft volgens deze uitzendorganisatie helemaal niet moeilijk te zijn. Ik had er bedjes, tafeltjes, stoeltjes in kunnen zetten. Maar je kunt het ook anders doen. Ik kan een foto bij een supermarkt halen of een schilderij bij een supermarkt tegen de muur hangen. Ik kan de foto ook in dit geval van een Poolse stad maken. Dat de mensen zich net even meer thuis voelen. Je haalt mensen uit hun domicilie weg en die komen voor jou naar Nederland om hier voor jou te werken. Het minste wat je kunt doen is goed voor ze zorgen. Even verderop in Ulft doet een ander arbeidsbureau het op eenzelfde soort manier. In dit huis hebben de bewoners een eigen kamer en leven ze samen net als jij en ik. Wij stellen onszelf ook altijd voor van, goh, zouden wij zelf in huisvesting ook willen verblijven. En niet alles hoeft nieuw te zijn, maar je moet wel het gevoel hebben dat je welkom bent. Want de meeste medewerkers die laten hun moederland achter, maar ook familie. En zij doen dit om ook een betere toekomst voor hun familie te hebben, voor hemzelf en voor de familie. Zo zou het volgens de Achterhoekse gemeente moeten en daarom maken ze daarover vandaag afspraken. Want ook arbeidsmigranten moeten het hier fijn hebben. Wat gaat de arbeidsmigrant zien? Een minimaal aantal vierkante meters met een beperkt aantal mensen maar op een kamer. Dat niet te veel mensen met één sanitaire ruimte hebben op dat soort niveau. Dat is echt voor de huisvesting. En een tweede, je wil ze eigenlijk van kortere periode duurzaam hier in de Achterhoek houden. Dus we gaan ook investeren op sociaal. Dat we ze meer laten kennismaken met de Nederlandse taal en dergelijke allemaal. Dat ze ook meer ingebed zijn in de Achterhoek en hopen wel dat het misschien een nieuwe Achterhoeker gaat worden. Klinkt mooi, maar makkelijk gaat dat niet zijn. Want het lijkt wel alsof iedereen een woning zoekt. Starters, senioren, statushouders. De eerste grote stap is dat ze raakt niet direct in het reguliere woningbezit. Want er zou aanvullend panden gezocht moeten worden. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan transformeren van kantoorgebouwen. Of nieuwe locaties waar niet direct reguliere woningbouw komt. Op die manier kun je de reguliere Achterhoeken bedienen. En gaan we echt op korte termijn meer plekken vinden voor huisvesting arbeidsmigranten. Terug naar Carolina. To jest mój pokój. Tutaj ja mieszkam. Mieszkam tutaj od 4 lat. Czuję się jak w domu. Voor welvaart komen ze hier uiteindelijk naartoe. En daar varen wij ook wel bij met z'n allen. Alleen het stukje welzijn waarin wij willen faciliteren om te zorgen dat het ook langer duurt. Je kunt beter een gelukkige medewerker hebben die lang blijft dan continu wisselingen. En bij haar zie je dat dat werkt. Sama nie mam takiego porównania, bo do Fidesza przyjechałam 5 lat temu na 3 miesiące. No i tak zostałam. Wil je ook niet weer terug naar Polen? Chcesz wrócić do Polski? Nie mam na razie tego w planach. Ja, voorlopig geen plannen om naar Polen terug te keren.